Nederlanders. 7 miljoen mensen keken begin februari naar de inmiddels wereldberoemde uitzending van Peter R. de Vries over Johan van der Sloot. Nou, iedereen heeft het er al weken over. Het is hoog tijd om bij te praten met Beth, de moeder van Natalie Holloway. Ze zit hier exclusief vanavond en ik ben heel erg benieuwd hoe het met haar gaat. Dames en heren, de moeder van Natalie Holloway, hier is Beth Holloway. It's great to have you here, Beth. I looked it up. You were here the 28th of September, 2006. 2006. It's that long ago. Wow, I didn't realize it was that long ago. Yeah, it was that long ago. Wow. And I remember meeting you backstage before the show, and you said to me, why are you having me on? Because I see all these pictures of beautiful actresses and famous people. And I said, well, because I'm just, you know, very interested in the case. I know that there's a Dutch link, and I think we need to talk about it. And that's how it all, that's where we all started here. A lot of things have happened since then, Beth. Well, it has. When I look back on it, Robert, I felt as if when I was here on your show, it was kind of the launching pad of everything that has unfolded since then. And, you know, I think about the connections that were made that day and people that became involved into Natalie's case that, you know, might not have, you know, become so, you know, entwined in it, if it hadn't been for extending an invitation for me to come here. We have a lot to talk about, Beth, because the most interesting and the most, I mean, of course, the Peter R. the Vries documentary thing happened, the piece happened, but also, I suppose, since we last spoke, Joran actually has sat right there. He's been on my show, which I was so surprised. We'll get to that later. But laten we even kijken naar eigenlijk het verhaal tot nu toe. Precies een maand geleden deed Joran van der Sloot voor een publiek van 7 miljoen kijkers zijn buitengewoon schokkende bekentenis. Dus ik zit met haar en ze zit op de vingeren en ze zit met de hand in mijn broek en zo. En één keer, Patrick. Ik voel het wel van de een naam, één keer. En ik zeg, kom niet, wat is dit allemaal? Ik zeg, ik heb één keer geprobeerd, jullie niet hebben gezien. Ik zeg, Patrick, ik heb alles geprobeerd, man. Ik heb wel geprobeerd te schudden. Ik zeg, wat uit te schudden van wat dit is, man. Deze bekentenis was nog veel erger dan Beth Holloway Twitty had durven denken. He doesn't even care. He doesn't even care that. Oh dear God, they don't even know if she was dead. Oh my gosh. Maar het is extra zuur dat er sindsdien helemaal niets is gebeurd. Joran van der Sloot loopt nog steeds vrij rond tot afgrijzen van Beth. Wij hebben de afgelopen jaren alle drie de hoofdrolspelers hier in de studio gehad. Allereerst gaf Peter R. de Vries aan dat Joran op een paar punten had gelogen. Eén is dat hij heeft gezegd, ik heb haar afgezet bij het Holiday Inn Hotel. Is niet waar. En Beth vertelde dat ze door haar moederinstinct direct wist dat ze Natalie nooit meer zou zien. Toen ze in 2005 dat verschrikkelijke telefoontje kreeg. You know, Robert, I think not only did I know something was wrong, within an instant, do you know I knew that that was it? And I think I knew in an instant that that we would never see Natalie again. Maar tot mijn grote verbazing kwam ook Joran zijn verhaal vertellen. Volgens hem was het nachtelijke uitstapje aan het strand normaal verlopen. Hij had aan Natalie niets raars gemerkt. Was ze emotioneel? Nee. Maar zoals ik, toen ik met haar sprak, ik heb nooit ook iets raars aan haar gemerkt of zo. Ze deed gewoon heel normaal. Hij wilde met zijn verhaal en boek aantonen dat hij echt onschuldig is. Ik weet echt niks meer dan. Ik heb verteld. Maar de moeder van Natalie heeft van der Sloot nooit geloofd, omdat Joran maar liefst 22 verschillende verhalen heeft verteld. 22 versies over wat er die fatale avond op Aruba is gebeurd. You don't have 22 different stories of what happened if you did the right thing. Bovendien weigerde hij altijd elk contact met de verdrietige ouders. Beth wilde graag van hem persoonlijk horen wat er die avond was gebeurd. Maar toen ze hem opzocht, gedroeg Joran zich uitermate arrogant. Just hit his chest and threw his head back. What do you want me to do? De undercover-operatie liet zien dat de onverschilligheid van de 20-jarige jongen nog veel erger is dan iemand ooit had durven dromen.
helemaal geen slecht gevoel bij. Ik heb geen nacht slaap over verloren. Beth kan nu emotioneel afscheid nemen van Natalie. Ze weet dat ze haar dochter nooit meer zal zien. Dat is best weird. Dat is best weird. You know, I guess enough is enough. Enough is enough. Maar één ding moet nog worden afgerond. En dat is de veroordeling van degene die Natalie heeft laten verdwijnen. You know, Peter always thought that Yvonne's life was already living.